lucht krijgen. Dus ja, dat is wel goed. Allemaal klaar? Mooi. Nou Johan. Nou Johan, nog één keer Johan. Nou, de volgende keer vragen we toch wel aan Martinus of hij ook nog een camera de andere kant op wil zetten. Want ik ja, er stonden ook een paar hele enthousiaste mensen. Gouden beeld van een zeer enthousiaste Johan Schaap daar vastgelegd willen hebben. Misschien kan iemand het zo direct op zijn iPhone doen, als hij nog één kans krijgt. We zijn de hele dag in Groningen. Leuk dat je er bent, leuk dat je kijkt. We doen een stuk of 10 interviews met mooie ondernemers. Voornamelijk uit Groningen, maar af en toe mag Assa ook meedoen, Ton Driessen. Ja, leuk. Ja, dus voel je je thuis in het Groningse? Ja, absoluut hoor. Ja? Even contact in het Groningse. Okay. We zijn echt een Noord-Nederlands bedrijf. Ja. Ja. Hey, Resato is het bedrijf waar je van bent. Wat ja, doen jullie? Klopt. Wij maken de business van onze klanten beter met oplossingen in hoge druktechnologie. Wat doe je daar dan in? Wij weten alles van opwekken van hele hoge druk, het vasthouden van hele hoge druk en het ook weer op een veilige manier loslaten. En dat kun je in een heel aantal gebieden kun je dat toepassen. En de meest voor de hand liggende gebieden die iedereen wel kent is de winning van olie en gas, waar onder hoge druk middelen de grond in worden gespoten om de olie er ook weer en het gas er op een fatsoenlijke manier uit te krijgen. Daar heb je componenten die staan onder heel hoge druk. Nou, wij maken een aantal van die componenten. En wij maken ook systemen om die componenten te testen of ze bestand zijn tegen de werkdrukken waar ze in het veld aan worden blootgesteld. Daarnaast maken wij waterstraalsnijmachines, waarmee je met water en zand onder heel hoge druk kunt snijden. Vrijwel elk materiaal. En wij hebben sinds kort een derde tak van sport aan het bedrijf. En dat gaat over waterstofvulstations. Waarmee je auto's, vrachtauto's en bussen kunt vullen met waterstoffen. Ja, dat gebeurt onder heel hoge druk. Ja, precies. Want dat lijkt een vreemde eend in de bijt, maar de dwarsdoorsnede daarin is hoge druk. Ja, ja, onze core business is hoge druktechnologie. Ja. We weten hoe materialen zich gedragen onder hoge druk. En daarmee kunnen we specifiek componenten bouwen. En met die componenten bouwen we dan weer hele specifieke oplossingen in de vorm van systemen. En ja, een waterstofvulstation werkt onder heel hoge druk. Daar heb je 700 bar van nodig om een auto te vullen met waterstof. Ja. Hoe ingewikkeld is hoge druktechnologie als fenomeen? Dan bedoel ik van, is het echt een R&D-industrie waar je heel veel tijd en geld moet besteden aan R&D, aan onderzoek? Ja, je moet wel vrij veel onderzoek doen. Ja. Is het kennisintensief wat dat betreft? Ja, absoluut. En het leuke is, het is geen grote markt. Je hebt niet wereldwijd ongelooflijk veel spelers die zich daarop hebben begeven. Nee, het is ook geen een prachtige niche. Het is ook geen onderwezen vakgebied. Je kunt ook niet leren op universiteiten of hogescholen. Nee? Nee, heel weinig. Er is heel weinig onderzoek op het gebied van hoge druktechnologie. Dus heel veel van de kennis die wij in ons bedrijf hebben, die hebben we eigenlijk door eigen ervaring en onderzoek hebben die opgebouwd. En als we nog even ietsje verder teruggaan. Ik heb, als ik soms over straat loop en ik zie busjes met bedrijven waar het mee gespecialiseerd is, dan denk ik altijd, hoe begint zo'n bedrijf? Hè, als ik dat in die voorbeelden zie. Hoe is dat? Je zegt, je wordt er niet in. Je kan niet in opgeleid worden. Hoe ben jij hier zelf in terechtgekomen? Ik ben in 2009 ingestapt met twee compagnons. We hebben het bedrijf overgenomen van de oprichters. En die waren op dat moment een jaar of 18 bezig met het bedrijf. Het bedrijf opgebouwd naar een behoorlijk niveau. En die kwamen, dat is eigenlijk het eerste gedeelte van je vraag. Die hebben hun producten ontwikkeld op de zich ontwikkelende olie- en gasindustrie in Noord-Nederland. We zitten op de grootste gasbel van Europa. Dat moest ontgonnen worden. Nederland wilde toen nog aan het gas. Nu willen we graag van het gas af. Ja. Ja. Maar er was heel veel vraag naar componenten. Afsluitertjes en fitwerk. Ja, natuurlijk hoge druk allemaal. En dan gaat het ook stapsgewijs steeds verder. Kun je ook dit bouwen, kun je ook dat bouwen. En op een gegeven moment kun je een compleet pompsysteem bouwen.
Nou, daar begint het dan mee en dat gaat langzaamaan steeds verder. En eigenlijk gaat het door de organische groei van de vraag steeds verder in diverse richtingen. En zo is in 2000 is er de Sato ingestapt in de waterstraalsnijbusiness, waar het bedrijf al jarenlang pompen maakte voor de eerste lijnen aan waterstraalsnijmachines. Het bedrijf toen de Euvelenmoed gehad om te zeggen, weet je, wij kunnen ook zelf wel zo'n hele installatie van voor tot achter zelf ontwikkelen. Hm? En met als resultaat dat we nu een van de handvol bedrijven zijn in de wereld die ook echt een complete waterstraalsnijlijn van A tot Z zelfstandig ontwikkeld hebben en zelfstandig produceren. Ja, en dat is de schaal waarover je het hebt. Hè? Een stuk of 5 spelers wereldwijd op zo'n niche product. Een aantal hele grote. Veel groter dan wij, moet ik eerlijkheidshalve ook wel zeggen. Er zijn 3 hele grote partijen in de wereld. 2 Amerikanen en een Chinees. Die domineren die wereldmarkt. Die hebben ongeveer 70% van de markt in handen. En er is nog 30% over. En die wordt door een heel groot scala aan bedrijven opgedeeld. En wij zijn daar één van. En waarom komen bedrijven dan bij jullie? Zeg maar? Wat maakt jullie anders dan het andere grote scala? Het grote voordeel is dat wij zijn geen system integrator. Dus wij hebben alles zelfstandig van A tot Z ontwikkeld. Dus we weten ook exact wat allemaal met elkaar samenwerkt en ook wat niet kan. Daarnaast hebben wij een hele gedegen achtergrond in het waterstraalsnijden opgebouwd. Inmiddels we bedienen een groot scala aan klanten. Dus we weten ook wat die klanten van ons willen. Dus wij kunnen hen ook helpen om hun business continu beter te maken. En dat is ook waar we voor staan. Dus wij ontwikkelen continu door met onze machines, met onze technologie. En we laten onze klanten daar ook van profiteren. Dus ze kunnen ook meegroeien met de ontwikkelingen die wij doen. Hey, wij maken een programma wat heel vaak over software, over allerlei dingen in het digitale spectrum gaan. Inmiddels zal dat bij jullie bedrijf ook een belangrijk element. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja. Welke impact heeft de digitalisering op jullie industrie gehad? Ja, wij zeggen wel eens, we zijn een IT-bedrijf wat hoge druk machines levert. Want uiteindelijk zie je dat... die IT-component wordt steeds belangrijker. We hebben natuurlijk computergestuurde bediening al op onze machines. Testsystemen moeten in een veilige omgeving kunnen werken. De operator staat in een andere ruimte dan waar de testunit daadwerkelijk de componenten onder die hele hoge werkdruk test. Dat moet echt in een veilige omgeving gebeuren, want als daar iets misgaat, dan krijg je echt krachten bij vrij. Dat wil je niet. Dat wil je niet in die ruimte staan. Dan is de bediening is computer gestuurd. We kunnen zelfs zonder operator een machine met een computergestuurd menu laten lopen. Daarnaast zie je dat de hele ontwikkeling naar Internet of Things enorm gaande is om de data van de machines die in het veld staat te vergaren. Daar uiteindelijk gedragspatronen uit wat je uit die machine krijgt te herleiden. En op basis van die gedragspatronen kun je dan ook vanuit die voorspelbaarheid kun je aan de bediener van die machine kun je voortijdig signalen afgeven. Om te zeggen, wij zien dit en dit en dit aankomen bij jouw installatie. Als je nu niet ingrijpt, dan heb je kans dat je snijjob verknalt, dat je materiaal dat je schade krijgt aan je omdat je gewoon van afstand op basis van sensoren, data kunt zien wat de staat van zo'n machine is op dat moment. Ja. Hoe ver gaat dat? Ik moet denken aan een presentatie die ik een keer hoorde van iemand van McLaren. Die uitlegde hoe die Formule 1 auto's, toen zij er nog in zaten, hoe die componenten allemaal connected zijn inmiddels. Er zitten geloof ik 1200 componenten of 12.000, weet niet meer. En de 90% ervan is allemaal voorzien van sensoren en real-time connected. En zitten dus in een control center in Londen, kunnen ze real-time al die componenten monitoren. Ja, dat is natuurlijk het mooie van die virtuele wereld. Als je die signalen maar... je hoeft niet mee te reizen. Je kunt opvangen. En dan krijg je dus letterlijk de situatie dat de coureur doorkreeg van even een paar bochten iets minder hard remmen. Want je linker voorrem is een beetje kritisch. Ja, dat is een prachtig voorbeeld waar wij met als machinebouwer natuurlijk ook aan bezig zijn om dat voor elkaar te brengen. Je zei Internet of Things, dat is ook daadwerkelijk waar jullie aan werken? Ja, aan dat soort, ja. Klopt. Hey, hoe is die overgang gegaan voor jullie bedrijf naar steeds digitaler, steeds grotere IT-component?
Nou, je krijgt natuurlijk. Wij zijn van oorsprong zijn wij natuurlijk een mechanisch bedrijf. Ja. Dus heel veel werktuigbouwers. Draaibanken. Ja, en wij zijn wel een bedrijf wat de productie van onze onderdelen uitbesteedt. Okay. Dus wij ontwikkelen alles zelf. En dan, ja, je maakt de prototypes. Ja, en vervolgens laten wij de onderdelen vervaardigen door een netwerk aan toeleveranciers. Ja. Dus bij ons vind je niet veel draaibanken anders dan inderdaad voor prototyping en voor het strategisch bewerking op bepaalde onderdelen en materialen. Maar verder zijn wij echt een mensenbedrijf. Dus wij zijn sterk in assemblage, dus we hebben assemblagemonteurs. En die kwamen oorspronkelijk alleen vanuit de werktuigbouwkundige hoek. Ja. En er kwam op een gegeven moment een stukje elektronica kwam erbij kijken. En nu komt er die digitalisering bij kijken. En je krijgt ook daardoor een andere instroom van personeel. Dus wij zijn ook op zoek naar softwareprogrammeurs. Besturingstechnici, meta-regeltechniek wordt allengs belangrijker in die driehoek van mechanica, elektronica en die hele digitalisering. Er ontstaat eigenlijk een hele nieuwe tak van sport, hè? Ja. En dat is prachtig natuurlijk. Die ontwikkeling gaat natuurlijk ook razendsnel. De logica snap ik volkomen. Dat gezien de gas- en olie-industrie in het noorden, dat als je zo'n bedrijf begint, zoals jouw voorgangers, dat je dan hier gaat zitten. Is die logica er nu nog steeds om in Noord-Nederland te zitten? Nou, voor ons, we gaan van het gas, je zei het al. Ja. Olie, ook een aflopende zaak. Ja, het gaat nog heel lang duren hoor. Tuurlijk, maar wel qua investeringen en vernieuwing. Ja, maar zeker ook vanuit imago-overweging. Als je in de olie opereert, ben je de volgende bank. Dan willen mensen niet meer werken. Dat speelt mee bij jullie keuzes? Nou, wij hebben wel een absoluut duurzame insteek. Wij zijn nu ook dat pad van die waterstoffen opgegaan. Omdat we enorm geloven in dat daar een enorme potentie in zit. Waar de wereld nog niet voldoende besef van heeft. Vertel daar eens meer over. Welke potentie zien jullie? Ja, ik denk dat waterstof uiteindelijk de energiedrager gaat worden, waarmee we vanuit duurzaam gewonnen energie de omslag kunnen maken naar een schone energievoorziening. Waarbij je met waterstof kunt bufferen. Je kunt auto's rijden op waterstof. Je gebruikt de overschotten in de stroomproductie om waterstof te maken. En dat gebruik je dat zet je dan weer om in elektrische energie. Of je gebruikt het rechtstreeks voor andere doeleinden. Daar zit een enorme potentie. En het is schoon. En daar heeft de wereld natuurlijk enorm behoefte aan. Wij moeten vanuit onze generatie ook een schone wereld achterlaten voor de volgende generaties. En uiteindelijk zijn de fossiele brandstoffen zijn natuurlijk in ons denken al op hun retour. Het is nog niet zover, maar in ons denken zijn we daar op onze retour. Dus we moeten echt zorgen dat we aan nieuwe producten, nieuwe omgevingen gaan ontwikkelen. Die schone wereld mogelijk maken. Dus dan denken jullie van oké, waterstof kan alleen maar onder hoge druk verwerkt worden. Daar zijn wij goed voor geëquipeerd om dat op te pakken. Ja, dat is leuk. Dat ontstaat natuurlijk ook op een gegeven moment zomaar. Stefan Holthausen van Holthausen kocht een auto op waterstof. Ja. Het stond breed uitgemeten in het Dagblad van het Noorden. En dat leest iedereen hier. Ja. Gaaf zeg, dat is gave technologie. Zo ontstaat het echt. Onze chief technologist heeft Stefan gebeld. Hij zegt... gaaf, maar zo'n auto, mooi, en dan krijg je hem en hij komt volgende week. Oh, gaaf, en hoe ga je hem vullen eigenlijk? Hij zegt niet, dat weet ik niet. Hij zegt letterlijk, dat weet ik niet. We zijn aan de praat geraakt daar we gaan je helpen. En zo is het ontstaan. We hebben geholpen met... De tankstations die zij leveren, daar leveren jullie de technologie voor? Daar leveren wij de technologie voor. En het grappige is, voor wie on demand zit te kijken, we hebben Max Holthausen, de zoon van Stefan, hadden we hier net in de uitzending. Dus die kun je terugkijken in ons archief thuis. Die vertelde daar ook over. Toen hadden we het ook even over dat er veel gesproken wordt inmiddels in Groningen, want dat gas moet afgekoppeld. Ja. Kunnen we dat gasnet, waar natuurlijk ook druk op staat, kunnen we daar dat gebruiken voor de distributie van waterstof? Vanuit jullie kennis van hoe dat werkt, is dat een optie? Het is absoluut een optie. Voor ons als bedrijf zit daar weinig toegevoegde waarde in. Omdat
ja, uiteindelijk door het netwerk heb je wel een bepaalde druk, maar dat gaat tot 80 bar of zo. Ja. En dat is voor ons, dat is best een hoge druk. Hè? Dat lijkt een beetje op je hoge drukspuit. Ja. Maar voor ons is dat. Dat is niet ons speelveld. Maar bij ons begint het eigenlijk vanaf 400-500 bar. Daar begint eigenlijk ons speelterrein. Ja. En dat gaat ook met volumes waar wij ook geen toegevoegde waarde in hebben. Dus, maar ik geloof wel heel erg dat wel een toekomst heeft. Ja. Ja. En waarom zouden we onze bestaande infrastructuur niet gebruiken om daar gebruik van te maken? We hoeven het niet te ontmantelen. Als we van het gas afgaan en het ligt daar, hoeven we het niet te ontmantelen. We kunnen het gewoon hergebruiken. Dat is op zich al duurzaam. En je kunt vervolgens naar een duurzamere energievoorziening toe. Ja. Ja. Volgens mij is het appeltje eitje. Hey, je gaf hier een mooi voorbeeld van hoe een stukje in de krant begon tot een van jullie innovaties, zeg maar. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe gaat dat normaal gesproken? Want jullie doen heel veel aan nieuwe producten, nieuwe toepassingen, passingen bedenken. Ja. Heb je daar een structuur voor? Gaat het eigenlijk altijd zo van, hey, ik heb een idee, je praat er met elkaar over? Het gaat heel vaak klantgestuurd. Je komt op beurzen, je contacten in het veld, kom je bedrijven tegen en die hebben een vraag. Die zijn op zoek naar een oplossing voor een bepaald probleem. Kijk, niemand zit te wachten op hoge druktechnologie. Niet vanzelf. Niemand zit te wachten op een boormachine. Mensen willen een gaatje. Weet je wel? Wij bieden een oplossing voor bepaalde problemen. Voor vullen, voor spuiten, voor snijden. Dat is wat ze willen. Hoe krijg je dat voor elkaar? En dan op een gegeven moment ontstaat natuurlijk gewoon die creatieve vonk. Van hé, dat kunnen wij wel voor je bouwen. Ja. En daar krijg je dus de meest fantastische ideeën uit voor. Wij bouwen machines waarmee je voedsel onder hoge druk kunt steriliseren. Nou, ja. Ja, maar dat vind ik juist fascinerend. Ga je dat zelf verzinnen? Nee, dat ga je niet zelf. Maar dat vind ik altijd fascinerend, hoe je door een combinatie van technologieën en creativiteit de nieuwe dingen kunt verzinnen. Ja. Ik zat jullie website te bekijken en ik denk dat waterstraal snijden, ja, oké, weet je wel, interessant. Ja. Maar wat moet ik ermee? Tot ik las bijvoorbeeld dat er in de vliegtuigindustrie dat gebruikt om zonder foutmarge, zo nauwkeurig, waar geen foutmarge mag bestaan, dat geautomatiseerd te kunnen doen. Maar vooral dat materiaal niet bloot hoeft te stellen aan warmte-koude wisselingen. Met wat met alle andere manieren van snijden wel gebeurt. Dacht ik opeens, ja, dat snap ik. Ja. Wat materiaal verzwakt als je dat verhit. Ja, en het zie je zelf natuurlijk met... Maar hoe? Weet je, dat iemand moet bedenken, oh ja, dat kun je ook op een andere manier doen. Hoe stimuleer jij dit soort innovatie binnen jouw bedrijf? Gewoon continu over de grenzen heen kijken. Kijk eens naar andere industrieën, wat daar gebeurt. Wij staan ook regelmatig op beurzen. Op beurzen weet ik, ja, wat heb je daar te zoeken? Maar daar ontstaat vaak op dat snijvlak van een industrie die al jarenlang bestaat, maar al jarenlang met een bepaald probleem worstelt. Kan opeens het idee krijgen, hey, laat ik eens wat met hoge druk gaan doen. We hebben een klant die doet heel interessante processen, maar die werkt in de cosmetica. En die gebruikt onze hoge druk oplossing om tot een bepaalde manier tot celdefragmentatie te komen. Waarmee ze de materialen uit de cel weer kunnen gebruiken voor cosmetische producten. Denk je, hè? Dat verzin je niet zelf. Totdat ze hebben al een aantal procedees geprobeerd om daaruit te komen. En ik dacht, dat zou onder hoge druk misschien wel moeten kunnen. En dan moet je natuurlijk geluk hebben dat je daarmee in contact wordt gebracht. Dat iemand zegt, hey, wacht even, ik heb een bedrijf dat weet heel veel van hoge druktechnologie. Ga maar eens praten met die jongens uit Assen. Ja. Maar je zegt, jullie gaan bewust op beurzen staan waarvan andere mensen waarop je eerst oog zou zeggen van, ja, ik heb er niet zoveel te zoeken. Wat doe je daar? Ja. Ja. Omdat wij zitten in zoveel... Om jij heen kijken. Ja. Ja. Ja, en er zijn zoveel industriële toepassingen waar hoge druk een rol kan spelen. Het zijn er meer dan wij aan kunnen. In ieder geval in mijn carrière-tijd. En wat is jouw ambitie in je carrière-tijd? Nou, wij willen dit bedrijf behoorlijk laten groeien. We zijn vanaf 2009 dat ik ben ingestapt, hebben we het bedrijf verdubbeld. We willen de komende jaren weer verdubbelen. Dus 2023 moet er een bedrijf staan wat twee keer zo groot is als waar we nu zijn. En hoe groot zijn jullie nu? Wij zijn nu met 86 mensen. Ja.
En waar gaan jullie die winst halen? Nou, hoe ga je die winst voor elkaar krijgen? Ik denk dat wij kunnen groeien over de wereld met onze bestaande productlijnen die we al hebben. Met slangentesters, met testers voor de olie- en gasmarkt, wat toch gewoon nog steeds een grote vraag blijft. Onze waterstaalsnijmachines in heel veel landen verkopen ze nog niet. Dus er is nog een enorm potentieel te winnen. Ja. En er is nog 70% marktaandeel wat aan braak ligt, zeg ik altijd maar. Dus dat moeten we zien te kapen. En wij geloven enorm in de potentie van die waterstofvulpunten. Want dat gaat los. Dat gaat gebeuren. En we zien ook de concrete vragen in de markt enorm toenemen. Ja? Ja. Nou, alleen daarom vind ik dit gesprek wel weer heel waardevol. Want jullie zijn de eerste die dat constateren. Namelijk dat er gewoon vraag komt naar dit soort installaties. Ja, die zijn echt. Daar begint het mee. Ja, het is real en it's there. Dus die kansen moeten we pakken. Wij kunnen dat aan. Dank voor dit gesprek. Ja, prachtig. Ja. Hartstikke leuk. Nou, graag gedaan. We komen graag een keer kijken in Assen. Ja, best van harte welkom. Ja. Koffie staat altijd warm, zeg ik. Oké, dat is mooi. Ja. En jullie bedankt voor het kijken. We doen, als je live kijkt, zo direct nog één uitzending hier vanuit het hoofdkantoor van Voice. En als je on demand kijkt, weet je dat je de hele serie uit Groningen kunt terugkijken. We bedanken Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. en Baksbier voor de biertjes. Tot zo direct. Dag. Oké, super, we doen er nog één.